God allemachtig, ik schrok me kapot, zeg. Ik ook. Wat is er gebeurd? Zijn hart. Hij heeft gisteravond een hartinfarct gekregen. God, maar hij is net gescheiden. Oh, dramatisch. Dramatischer dan iedereen denkt, denk ik. Ik wil niets liever dan dat je weer bij me terugkomt. Wat is je antwoord? Ik ga werk zoeken. Behalve dat ik alleen wil wonen, wil ik ook nog werken. Ik kom bij je wonen. Zo gauw jij hier weg mag, kom ik bij je wonen. Voorlopig. Zo zie je, een geluk bij een ongeluk. Ja. Hij heeft me nodig. Ja, dat heeft hij slim van elkaar gekregen. Oh, doe niet zo belachelijk. Een hartaanval krijg je niet expres. Expres? Per ongeluk? Wie zou het zeggen? Oh ja, ik weet natuurlijk alles van diamanten. Wacht eens even, ik dacht dat er iets was in die branche. De firma Roorda, zegt u dat iets? Jazeker. Daar is een vacature. Oh jee. Bij de concurrent. Zeg, wie gaat die inbraak nou eigenlijk plegen? Jij toch? Ik? Nee, alsjeblieft. Ik moet er niet aan denken. Dat soort dingen doet Yvette. Yvette? Yvette, ja. Moi. Dat je leuke dingen op mijn antwoordapparaat gezet. Ik was geloof ik een beetje dronken. Wil je dan alsjeblieft vaker dronken worden? Doe het niet. En je zal wel moeten, want je kunt niet terug. Dat is het leuke van dit soort dingen. Ga je me bedreigen? Ja, natuurlijk. Wat ga je dan doen? Me doodschieten? Oh, jij hebt nachtdienst. Daarom eten wij zo krankzinnig vroeg. Ja. Ik heb alleen nog geen honger. Jij wel? Nee. Ik eigenlijk ook niet. Oh, nou ja, dan eten jullie toch niet. Jullie hoeven niet te werken. Gaan we katten? Boris was hier. Ja, Boris was hier. Die tel ik natuurlijk niet mee. Ellie. Ja? Boris en Marion. Wat weet je van ze? Nou ja, dat ze broer en zus zijn en nogal gek op elkaar. Maar weet je hoe ver dat gaat? Nee. Miste jou? Ja. Heb je mij helemaal niet gemist? Niet echt. Ik heb het nogal druk gehad. Als dit, ik noem maar wat, goedkope sherry is, dan is dit champagne. Dom Pignon 1952. Wat moet dat kosten? Neem maar twee mee. Van oma Hans. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Wij zijn van de politie. We zouden u willen vragen even mee te komen naar het bureau. Whisky is veel gevaarlijker en dat kan je in elke winkel kopen. Het gaat hier om een onschuldig pilletje. Ecstasy staat anders ook op de lijst van de opiumwet. Is dus een haaldruk. Ach man, nou, laat toch op. Jullie staan toch zelf bij die houseparties. Dat mag toch ook? Er wordt toch ook gebloot in de Melkweg? Dat is tegenover het politiebureau. De politiek staat hier niet in discussie. Nou, dan niet. Ik wil graag naar huis. Zal niet gaan. Ja, ik heb dat handeltje alleen maar opgehaald voor een vriend van me. Voor een feestje. Ach, kom op nou, man. Het is maar ecstasy. Als het om ecstasy zou gaan, zou dat ook moeilijk doen. Daar hebben we het toch over? Nee. Niet? Nee, we hebben het over heroïne. Heroïne? Ja, er zat heroïne in het pakje. Shit. Heroïne?
Hij zei dat hij niet wist dat dat erin zat. Dat hij dacht dat het ecstasy was. Dat is zo. Ja, dat is ook zo. Hoe weet u dat? Ga nou niet suggereren dat ik er ook wat mee te maken heb. Ik bedoel, ecstasy, dat kan goed. We hebben wel eens... Hij heeft wel eens ecstasy gebruikt. Wij hebben wel eens, hij heeft wel eens. Ik heb er niks mee te maken. En als Boris zegt dat hij niet wist dat er heroïne in zat, dan spreekt hij de waarheid. Dat is wat ik zeg. En dat is alles wat ik zeg. Ja, ik heb het gehoord. Mag ik even naar mijn broer toe, alstublieft? Goed, maar ik blijf er wel bij. Je zegt tegen niemand iets. Ook niet tegen Ellie. Boris, luister nou. Nee, ik los dit zelf op. Ik wil dat niemand zich erin moeit. Je weet niet waar ik ben. Je zegt maar dat je me de hele dag niet gezien hebt. Maar Jon, ik meen het. Ja, dat zie ik. Dan kan je toch wel voor me doen. Alsjeblieft. Nee, maar... Vrouwe Elisa. Hallo. Zoek je iets? Nee, kijk een beetje rond. Ik heb de sleutel van Thomas gekregen. Ik ga het wat anders inrichten. Oh ja? Hoezo? Om het een beetje te veranderen. Oh ja? Waarom is dat? Is het niet goed zo? Dat zeg ik niet. Waarom wil je het dan veranderen? Dat meer naar mijn eigen hand te zetten. Een beetje meer in mijn eigen sfeer te brengen. Begrijp je? Ja, ik begrijp jou wel. Maar ik begrijp alleen niet waarom het moet. Ik kom hier wonen. Voorlopig. Wie zegt dat? Dat zeg ik. Dat hoor je toch? Wil Thomas dat? Thomas mag morgen naar huis als er iemand is om voor hem te zorgen. En dat ga jij doen? Ja. Wil jij het anders doen? Nou, nee. Daarom. Wie is die jongen? Ja, die vraag had ik niet verwacht. Nou? Zou jij dat zeggen? Kom nou. Beantwoord de vragen nou maar. Nee, serieus. Zou jij je maatjes verlinken? Zo heet dat toch? Ik denk niet dat het je maatje is. Ik denk niet dat jij je realiseert in wat voor situatie jij je bevindt. Ik denk dat ik mijn advocaat maar even moet bellen. Dan heb ik toch recht op telefoneren? Of is dat alleen in films? Als jij nou zegt hoe die jongen heet, dan ben ik een advocaat voor je. Doen jullie ook al een chantage? Pas jij maar op. Zal ik blijken een journalist van een nieuwe revue te zijn of zo? En dan hebben we dit allemaal opgezet om jou erin te luizen. Hoe lang kunnen jullie mij eigenlijk vasthouden? 6 uur. Oh, dat valt mee. Ben ik zo weer thuis. En dan 2 keer 24 uur in verzekeringstelling. Dat is wat minder. En daarna 6 dagen gevangenneming. Oh. En dan 30 dagen voor het proces. Kan het allemaal zomaar? Ja, dat kan. Moeten hier en daar wel wat procedures in werking worden gesteld, maar dat kan absoluut. 30 dagen. Geet verdemmen. Nee, dat is niet zo leuk, hè? Wat kan ik hier eigenlijk voor krijgen? Ja, dat hangt er vanaf. Het is de eerste keer. Ik heb nog nooit iets gedaan. Nou, kijk, als dat zo is... Dan zal het wel loslopen, hè? Ja, dat zal wel wat meevallen. Ja. Meer dan 1,5 jaar zul je er niet voor krijgen. Marion? Hey. Ja, ik ga maar nu. Het is al laat. Je hebt nachtdienst? Ja. Maar ik begrijp eigenlijk niet waar Boris uithangt. Dat weet ik ook niet. Nou ja, als hij nog thuis komt, wil jij vragen of hij mij even belt in het ziekenhuis? Want ik maak me echt ongerust. Als ik hem zie, zal ik het doen. Oké. Nou, tot morgenochtend. Hé, hey, veel plezier. Ja, nou dank je, vast wel. Want ik werk op de intensive care. Hè? En dan lachen we heel wat af.